Mentale gezondheid bij de man is net zo belangrijk als bij de vrouw. En eigenlijk wordt het dagelijks voorbijgegaan aan het feit dat ook mannen gevoelens hebben. Dus het is helemaal normaal om te huilen. Maar dat hoor je vaak niet in de opvoeding. En daarom praten we vandaag met Rocher en met Saraya. Omdat zij zich eigenlijk sterker willen maken als het gaat om de mentale gezondheid bij mannen. Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. Meneer Rocher, welkom. Dank u wel dat u tijd vrijgemaakt heeft om te zitten met ons vandaag. Een vrij serieuze topic en eigenlijk wordt er een beetje minder over gesproken. Developing into manhood. Wat is de reden geweest voor het kiezen van zo'n specifieke topic om te behandelen tijdens jullie informatiesessie? We hebben er specifiek in feite voor gekozen omdat we al zijn gestart met het hele krakke oman concept. Wat het inhoudt is dus dat wij in feite de mannen meer activiteiten voor de mannen willen doen, omdat je kan, als je om je heen kijkt, wordt er voor mannen weinig tot geen activiteiten gedaan. Dus vorig jaar, zaterdag 19 november, zijn wij gestart met onze eerste Krakke Uma Summit. Dat was in het teken voor de Dag van de Man. Maar omdat er ook weinig aandacht daaraan wordt besteed, hebben we dus hebben we het uitgebreid gedaan voor alle mannen. En het is goed ontvangen. De mannen hebben genoten. Ook de aanwezige vrouwen vonden het een eer om aanwezig te zijn bij in feite een mens only event, om zo maar te zeggen. En vandaaruit is gebleken, voordat je man bent, ben je ook natuurlijk jongen. Ja. En om de begeleiding dan al op een jonge leeftijd te starten, zeiden we van je laten we ook met jongens starten om ze te begeleiden naar het man worden. Want zoals je recentelijk zelf ziet, de laatste tijd zijn mannen meer negatief in het nieuws, relatieproblemen, mentale gezondheid en dat komt allemaal omdat ze niet op een correcte manier de begeleiding hebben gehad. Je hebt een aantal dingen aangehaald die me sowieso dicht bij het hart liggen, mentale gezondheid, vooral bij mannen. Maar waarom denk je dat het ligt? Want we leven in 2023, eigenlijk zou die bewustwording er bijna moeten zijn, zou je kunnen zeggen. Maar dan nog is er een gebrek, dus waar ligt het aan? Dat klopt, het gebrek is meer uit ontstaan vanuit nog steeds, omdat de mannen-emoties nog steeds in een soort van taboesfeer is. Waarbij het in feite van mannen wordt verwacht dat ze zich niet openlijk uiten over hun emoties en meer verdrietige emoties. Als ze pijn hebben, als ze verdriet hebben en dan kroppen ze dat alles op en dan kan het ervoor zorgen dat ze op any moment gewoon een uitbarsting krijgen en dat kan negatieve gevolgen hebben voor zich, voor hun en voor hun omgeving. Ja, de mensen in de buurt, want er zijn gevallen waarbij je dan hoort de man is doorgeslagen en slaat de hand aan de vrouw en dan ook aan zichzelf. Maar elk probleem heeft eigenlijk een oorzaak, een beginpunt. Laten we even teruggaan en dan wil ik vragen, jullie doen developing into manhood, toch? Maar wat houdt die transformatie eigenlijk in voor een man, van jongen naar man? Het heeft nu meer gefocust op hoe leer je omgaan met je emoties, maar ook de verantwoordelijkheid nemen. Vooral als je bijvoorbeeld vader wordt. De verantwoordelijkheden die allemaal daarbij komt kijken, dat je er bent voor je kind, maar ook natuurlijk, ondanks dat je misschien niet meer met je partner bent, maar nog altijd de respect naar je ex-partner dan ook gewoon toe hebt, omdat het nog altijd de moeder is van je kind. Dus het gaat omtrent verschillende dingen, maar ook gewoon carrière. Hoe stel je jezelf op als van jongen naar een man, je verantwoordelijkheid nemen. Want als man heb je natuurlijk ook gewoon verantwoordelijkheden die bij je komen kijken. En hoe ga je daar het beste mee om, maar ook hoe deel je met alle stress, spanning, letterlijke hoofdpijn die erbij komt kijken. En daarover zijn we dat we de junior hebben, Krakkoman Junior. Oké, jullie hebben gekozen om iets te organiseren. Dat betekent er is een probleem geïdentificeerd eigenlijk. Waarom is het belangrijk dat jonge heren begeleid worden in hun transformatiefase? Omdat we zijn allemaal wel tiener geweest en dan ben je al in een periode van dat je alle soorten emoties krijgt. Maar je weet nog niet hoe er precies mee om te gaan. Dus daarom kiezen we ervoor van je laten we jongens begeleiden van oké, je bent nu verdrietig. In plaats van je partner te slaan of te gaan vechten, hoe kan je er het beste mee omgaan? Ga in discussie met iemand, praten, probeer het uit te praten, communiceer. Liever handel je verbaal dan non-verbaal. Ja, en we gaan dan terug op je hebt een topic aangehaald, mental health bij mannen. Het is eigenlijk nog een beetje taboe als je hem goed gaat bekijken. Los van een seminar organiseren of een workshop,
of een video maken. Wat is volgens jou een structurele oplossing die we kunnen toepassen om de generatie nu en ook na ons eigenlijk zo'n beetje te helpen met dit probleem? In feite kan je bijna zeggen dat het al vanaf wanneer ze baby zijn begint, thuis. Van hey, laat dat het normaal is voor als een jongen huilt, als een jongen iets niet leuk vindt om te doen, als hij misschien meer het vrouwelijke in zich heeft, dan dat hij echt meer emotioneler is dan misschien zijn neven of zijn broers. Dat dat normaal is. Maar het gebeurt dan ook dat je naar school, de leerkracht, of in feite dat het een structurele oplossing komt van hey, laten we ook ons gewoon meer focussen op de mentale gezondheid van de kinderen. Want je ziet het nu zelf allemaal om je heen. COVID is er geweest. Jongeren zijn vaak in isolatie geweest. Ze hebben al hun emoties moeten zitten opkroppen. En nu worden ze in feite voor de buitenwereld gegooid, om bijna te zeggen, zonder dat ze de juiste begeleiding daarbij hebben. En als je dan naar de buitenwereld toe gaat en je bent mentaal niet sterk, dan kan er van alles met je gebeuren waarop jij zelf niet indirect een invloed op hebt, maar je wordt beïnvloed door hetgeen dat om je heen gebeurt. En dan krop je alles op en dat zorgt ervoor dat je een uitbarsting krijgt dat nadelig kan zijn. Dus het begint eigenlijk wel bij de opvoeding? Klopt. Ja. De opvoeding is het dat je al in feite moet kunnen accepteren, zowel de vader als de moeder, van oké, mijn zoon mag huilen, mijn zoon mag zich echt emotioneler uiten, het is normaal. Ja, maar je hebt ook gevallen waarbij niet alle ouders even liberaal kunnen denken. En wat raad jij aan zo'n jonge heer aan die zich op een gegeven moment in een benarde situatie bevindt, maar niet erover kan praten? In feite, ik denk wel dat er altijd een luisterend oor is. Natuurlijk ga je het moeten zien te vinden. Er gaan mensen daar zijn die naar je willen luisteren, maar ga je ook natuurlijk mensen zijn die het tegen je gaan willen gebruiken. En dat is ook deel van het leven, dat je weet van hey, niet alles, het leven is soms oneerlijk. Hoe ga je ook daarmee om? Want daar begint het al van. Als je bepaalde problemen ziet en niet direct de oplossing voor hebt, of de oplossing waaraan jij denkt dat het beste is, hoe ga je ook met de oplossing op die je in feite aangeboden krijgt? En dat is bijvoorbeeld, ga naar iemand zoeken tot wie je kan praten, die naar je luistert, die met de oplossing komt. Dus in plaats van dat je misschien tekeer wil gaan tegen je ouders, dat je naar je docent of je oom, je tante, je neef toestapt om daarover te praten. Dus echt meer het communiceren, het uiten van je emoties in plaats van fysiek je emoties te uiten. Vaak genoeg denk ik dat we voorbij gaan aan het feit dat er een supportsysteem nodig is in het geheel. Misschien kan jij de mensen vertellen hoe belangrijk het is, vooral vanuit het punt van man zijn, om een supportsysteem te hebben die zich leent voor deze transformatie. Klopt, omdat kijk, in de samenleving waarin we leven is het zo dat er veel van de man wordt verwacht. Dus de man moet in feite al de backbone zijn van de familie, maar de man zelf heeft dus dan in de meeste gevallen geen backbone. Dus daarin is het belangrijk dat hij ook gewoon ondersteund wordt door gewoon mannen onderling, maar natuurlijk ook gewoon zijn partner, de familie van oké, je doet al zoveel, neem een dag rust of neem een weekendje rust, daar zorgen wij voor je of kom naar ons toe als je met X zit. Als je al heb je ruzie met je partner, loop liever weg dan dat je in discussie gaat met hen. Ja, een support system is dus heel belangrijk en anders gaat het vaak genoeg wel, denk ik. Mentale gezondheid bij mannen. Het is ook wel zo dat vele mannen op zoek gaan naar die hulp, maar doordat het nog een beetje taboe is, dan schamen ze zich. Want als ik naar een psycholoog ga als man zijnde, dan ben ik zwak. Of als ik een keer met iemand wil praten, dan lijk ik op een mietje om het zo te zeggen. Ik zeg het zo, want dat is eigenlijk wel de realiteit die leeft. Dus onze gezondheidszorg en eigenlijk die mentale steun naar mannen toe, wat zou beter daaraan kunnen? In feite meer de ondersteuning en meer openheid zijn naar de mannen toe, dat het normaal is. Dat er zelf misschien informatie's komen van dat mannen, waar mannen terecht kunnen gaan voor hulp. Net als hoe je bijvoorbeeld hebt Stichting Lobby, je hebt kindertelefoonlijn, maar ook gewoon dat mannen zelf misschien een lijn hebben waar ze naartoe kunnen bellen van hey, ik zit nu met dit, hoe kan ik het beste oplossen? En daar komt weer het gedeelte van communiceren, echt je uiten van je emoties zonder het fysiek gebruiken van de kracht die je hebt. Je hebt iets moois aangehaald, de lijn waar mannen naartoe kunnen bellen, dat is er inderdaad niet. En dat zou inderdaad wel kunnen helpen eigenlijk om die bewustwording te creëren. Los van de workshop die jullie organiseren, zijn er ook andere projecten die jullie uitvoeren om die bewustwording ook op gang te doen komen? Ja, dus daarmee zijn we nu bezig. Dus net als we 19 november zullen wij dus nu gebruiken als vaste dag om onze
mannen summit te houden, waarbij we echt verschillende thema's ter discussie zullen brengen voor de mannen, waarbij ze zichzelf echt kunnen zijn. Dan is het echt meer, ik kan zeggen, een soort van brotherhood onderling, dat mannen onderling met elkaar echt gewoon kunnen zeggen van hey, letterlijk mijn idee weer in, hoe kan ik dit het beste oplossen, hoe deel ik het beste hiermee. En dus we werken er naartoe om zo langzamerhand steeds meer activiteiten voor mannen en jongens te organiseren, maar natuurlijk ook met de ondersteuning van de vrouw. Want hoe je draait of keer een vrouw in een mans lief is natuurlijk ook belangrijk. Dat is inderdaad zo mooi dat jullie een balans proberen te houden in het geheel. Om terug te gaan, als we kijken naar, dus jij hebt natuurlijk deze fase ook moeten meemaken, toch? Van tiener naar adulthood, om het even zo te benadrukken. Wat zijn uitdagingen die veel voorkomend zijn, die jij ook hebt meegemaakt? Oké, ik ben bijvoorbeeld in mijn geval, en vele jongens hebben dat ook, ik ben zonder bijvoorbeeld vaderfiguur opgegroeid. Voor mij was het ietsje moeilijker om echt te zijn van hey, een voorbeeldfiguur hebben of een rolmodel. Dus daar ga je zelf moeten ontdekken van hoe ga je het beste hiermee om, hoe ga je het beste met je emoties om, hoe ga je man zijn. En veel jongens zijn in hetzelfde geval als mij, waarbij ze echt zonder vaderfiguur zijn opgegroeid. Dus zodoende soms negatief, maar soms ook positief naar rolmodellen gaan zoeken. En dus het is dus belangrijk dus dat er in feite meer mannelijke rolmodellen komen die op een positieve manier een impact willen maken op jongens in plaats van het negatieve. Het is ook inderdaad iets heel goed dat je hebt aangehaald. En in gevallen waarbij jongens zonder een vader zijn opgevoed, wat is je advies dat je ze geeft? Hoe gaan ze om met bepaalde situaties? Ik heb wel het geluk gehad dat ik de ruimte kreeg om mezelf te uiten. Mm-hmm. En dus discussies vermijden in plaats van in discussies gaan, leren communiceren. En ook nog onderbouwend communiceren, aangeven wat je precies fout zit, wat zit je dwars, wat zie jij als oplossing. Want je kan het probleem wel aanhalen, maar denk je ook naar wat voor kan een oplossing zijn. Want je kan aangeven dat je partner je hoofd moet maken, maar hoe denk je voor jezelf het beste op te lossen? Ga je dat misschien fysiek slaan of ga je gewoon zorgen dat je wegloopt en misschien je hoofd gaat luchten? Begrijp je? Dus dat zijn ook gewoon support systems voor de man zelf. Om te zien van hoe kan ik mijzelf op het beste vermijden van negatieve zaken of gevolgen van een actie die ik kan plegen. Oké, heb je tot slot nog een tip die je wilt meegeven aan jonge mannen? Wees gewoon jezelf. Het maakt niet uit wat je vindt of hoe je denkt. Wees gewoon jezelf en wees daar trots op. Want niemand kan voor je bepalen hoe je moet zijn. Je bent al wie je bent en dat is het belangrijkste. Wees daar trots op. Nou, Rochee, dankjewel dat je tijd vrij hebt gemaakt om met ons te zitten vandaag. Ik heb heel veel gehad aan dit gesprek en ik neem aan de kijkers ook. Het is wel belangrijk dat jullie dit soort workshops blijven organiseren. En ik wens jullie heel veel succes toe. Dankjewel. Saraya, je bent de marketing en PR stagiaire. Ook bedankt dat jij met ons wilt zitten en we praten over developing into manhood. Een vrij serieuze topic. En je collega gaf eigenlijk ook al aan hoe belangrijk het eigenlijk is. Hoe ziet de dag er eigenlijk uit? Op die dag verzamelen met z'n allen. En dan gaan we in bussen naar Parabello, want daar wordt het gehouden. En dan zullen we eigenlijk, we hebben verschillende aspecten. Er is eten, maar er wordt ook gezorgd voor man-to-man talk, zodat ze echt hun hart kunnen luchten. En er wordt ook sport en spel gedaan. En ja, dat zijn eigenlijk een beetje de dingen die aan bod komen. Want jullie hebben geprobeerd de dag zo uitgebreid mogelijk te houden. En dat tegelijkertijd ook rekening te houden dat ze die tijd nodig hebben om een beetje te interacten met elkaar. Het is amazing dat jullie dat hebben gepland. We hebben het gehad over developing into manhood. En eigenlijk, als vrouw raak je er een beetje geconfronteerd mee. Want uiteindelijk heb je wel een partner die je kiest. Snap je? En dat kan ook invloed hebben. Hoe kijk jij ernaar het belang van het developen van man, van jongen naar man en die goede begeleiding? Ik denk dat het super belangrijk is dat ze goede begeleiding hebben. Het komt heel vaak voor dat vrouwen in een slechte situatie thuiskomen. Ik ben van mening dat een veilige thuissituatie heel erg belangrijk is voor zowel man als vrouw. Dus het is gewoon heel erg belangrijk voor de man dat zij zich weten te uiten, dat ze niet overgaan tot geweld. Maar dat ze ook bij hun partner zich veilig voelen. Om te communiceren en om te praten over die emoties.
Een man wordt uiteindelijk, of niet, het hoeft niet per se, maar kan uiteindelijk een vader worden in de toekomst. En dan heb je ook wel effect, heeft het ook wel effect op je kinderen, hoe jij eigenlijk deze transformatie hebt ervaren. Je bent dochter van een vader. En wat voor impact heeft dat voor je gehad in de zin van de begeleiding die hij heeft gehad met die overschakeling naar de opvoeding voor jou? Ik heb het geluk gehad dat ik met vader ben opgegroeid. Mijn vader heeft het geluk gehad dat hij met vader is opgegroeid. Het is iets dat tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is. Dus daar moeten we en zijn we ook heel erg dankbaar voor. Ondanks dat mijn opa toch vaak in het buitenland was vroeger, was mijn opa wel een factor in mijn vaders leven die heel stabiel was. Mijn vader kon altijd naar hem toe. Dat wordt ook altijd heel erg gezegd en benadrukt bij ons. En dat is ook zo bij mij gekomen. Ik ben echt een vaderskindje. Mijn vader is mijn alles. En ik kan voor alles bij mijn vader terecht. En het is enorm belangrijk voor mij als meisje zijnde. Dat ik eigenlijk voor alles, is echt mijn safe haven. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is voor meisjes. Dus die uiteindelijk, ja, die uiteindelijk wel doorgewerkt naar jou. Want hij is op een bepaalde manier opgevoed dat zich leent voor die overschakeling om een goede vader te zijn. Maar niet elk persoon heeft dit. Of je hebt ook dochters die een hele toxic relatie hebben. Een hele vreselijke relatie hebben bijvoorbeeld met hun vader. Maar dan werkt het door naar hoe is hij opgevoed. Hoe keek je er tegenaan? Het is verschrikkelijk. En ondanks dat we zo vaak kunnen zeggen het mag niet gebeuren en het is erg, gebeurt het veel te vaak. En hoe ik er eigenlijk een beetje tegenaan kijk is, we moeten zoveel mogelijk proberen te doen om het ook zoveel mogelijk te voorkomen. En dat is heel moeilijk, maar het is wel belangrijk. En ik denk dat we daar een beetje, we moeten ervoor streven. Het is niet altijd alleen maar, het is makkelijk om te zeggen, ja, die man heeft geen goede opvoeding gehad. Maar kijk ook naar jezelf, weet je, het is veel dieper dan, ja, die man is fout. Maar geef hem de ruimte om te praten over zijn emoties. Ga met hem zitten, oké, wat is er dan precies? En het gaat nooit in één keer goed, want zo eigenwijs zijn mannen meestal wel. Maar dan is het belangrijk om consequent met hem te gaan zitten. Oké, wat is er gebeurd? Oké, je wil niet praten, oké, dan laat het. Maar kom er wel op terug. Ga terug naar dat punt waarvan je zegt, weet je nog die ene keer, we hadden ruzie, je wou er niet over praten. Ik heb je de ruimte gegeven, zullen we er nu over praten? Dat is heel mooi aangepakt, heel mooi verwoord. Maar je hebt ook wel gevallen waarbij mannen dus zodanig in elkaar zitten, omdat het ook in de opvoeding is meegegeven. Eigenlijk komt het heel vaak voor deze dagen, waarbij ze eigenlijk helemaal dichtklappen. Bij de eerste beste keer dat ze kunnen dichtklappen, sluiten ze hun deur in ieder geval helemaal voor je en dan blijven ze met het probleem. En je collega gaf ook aan, dat kan uitmonden in fysiek geweld zelfs. Dus in zo'n geval, vanuit een vrouwsperspectief, hoe ga je om met zo'n situatie? Die man wil helemaal niet praten, maar hij heeft eigenlijk wel behoefte aan hulp. Ik denk dat het goed is om een stapje terug te nemen. Die man sluit zich af. Neem een stapje terug. Kijk naar de situatie. Ga naar iemand anders toe die wel jouw verhaal wilt aanhoren. Hoeft niet eens per se een man te zijn, maar gewoon dat jij ook je hart kan luchten. Want als jij er nou ook mee gaat zitten, dan hebben we eigenlijk twee factoren in de relatie die allebei problemen hebben, maar niet erover willen praten. Dus probeer als vrouw zijnde ook een stapje terug te nemen, te kijken, oké, waar kan ik toch nog iets doen dat niet per se over het probleem gaat, maar dat ik toch nog die man het gevoel geef dat ik er voor hem ben en dat ik hem wil helpen en dat ik geen boosdoener ben in deze situatie. Ja, dus uiteindelijk moet je toch een oplossing zoeken in dit geheel. En een support system, dat komt ook weer terug uit jouw gesprek. En eigenlijk ook die omgeving die je creëert voor een man om zich veilig te voelen. Toch? Wat is voor jou, wat voor tip geef jij mee aan de kijkers? Van oké, dit is waarop je kan letten om wel echt die safe place te creëren voor een man. Luisteren. Ik denk dat luisteren heel erg belangrijk is. Hoor hem aan. Heb geduld. Heel vaak voelen ze zich toch wel dat ze op zijn teentjes getrapt zijn, omdat je er toch wel fel kan reageren. Dus geduld, heel erg. En ja, wees bereid om, ik denk dat liefde zoveel kan doen, wees dus ook bereid om elke keer weer terug te gaan. Geef niet op. Ja, ja. En
in de opvoeding begint het eigenlijk ook wel, dat mannen leren om te gaan met hun emoties. En we hebben wel vaak gemerkt, je kan zo opgevoed worden bijvoorbeeld, maar dan ga je naar school en dan heeft het een hele andere omgeving. Dus hoe zouden we dat kunnen oppakken? Dat de school ook uiteindelijk een safe place is voor jongens om hun emoties te kunnen uiten. Ik denk dat het daarvoor belangrijk is dat de docenten zich bewust zijn van de situatie. En dat zij eigenlijk dat weten te creëren in hun klaslokaal. Dat alles gezegd mag, of nou niet alles gezegd mag worden, maar alles mag besproken worden. Mocht het nou zijn dat het thuis niet goed gaat, mag ook besproken worden. Geef ze de ruimte, geef de kinderen de ruimte om te praten over hun gevoelens. Ik heb soms nog wel het gevoel dat kinderen heel erg de mond, hoe zeg je dat? Ze worden eigenlijk de mond gesnoerd, ja, heel vaak. Terwijl heel vaak zij heel erg bewust zijn van de situatie dat om hen heen gebeurt, vooral thuis. Dus luister naar ze. Het is weer dat stukje luisteren dat terugkomt. En heb geduld met ze. Geef ze de ruimte om te praten over hun emoties. En al is het dat ze soms zelfs dingen zeggen waarvan je denkt, weet niet of dit helemaal waar is. Maar luister, geef ze de ruimte. Want het is een oefening die eigenlijk vanaf jongs af aan begint. Als je ze daar al de ruimte geeft om hun verhaal kwijt te kunnen en dat ze luisteren. Of dat je naar ze luistert. Dan zullen ze dat meenemen naar als ze opgroeien. Ja, het komt dan weer terug op het waarover het had in het begin. Uiteindelijk heeft het invloed op wie je bent as a person. Opvoeding in het geheel doet dat eigenlijk ook al gewoon met jou. Jullie organiseren dus een geweldig project. Wat is de volgende stap na de seminar die jullie houden? Ik denk dat op de seminar zelf komen allemaal verschillende jongeren. En misschien is het ook wel goed dat je kan fellowshipen onder de jongeren. En dat zij ook een soort team worden met waar ze dus eigenlijk een safe haven kunnen creëren van elkaar. En dat ze eigenlijk afhankelijk van elkaar blijven. Waar we zo kunnen praten. Wat is de leeftijd precies waarop jullie hebben gefocust? Van 15 tot 25 jaar. En is er bewust gekozen voor deze categorie op basis waarvan? Ja, er is bewust gekozen voor deze leeftijdscategorie. Omdat dat de ontwikkelingsfase van hun is. Dus dan gaan ze eigenlijk van tiener naar man. Naar man zijn. Oké, en na dit project die jullie doen, wat zijn de volgende stappen die jullie gaan ondernemen? Ik neem aan dat het niet bij de seminar gelaten wordt. Nee, we gaan voor Vaderdag hebben we ook een Kraka Omang, wordt er weer georganiseerd. En ja, dat eigenlijk. Voor nu wat we weten. Nou, Saraya, bedankt dat je ook de tijd vrij hebt gemaakt om met ons te zitten. Het is een hele mooie topic. Ook aan jou wens ik heel veel succes. En ik kijk uit naar een vervolgend gesprek hierover. Yes? Yes, goed. Thank you. En dat waren dus Rocher en Saraya. U heeft het gehoord, het is belangrijk dat we bij de opvoeding van onze jongens aan ze leren. Het is oké om je gevoel te uiten. En het is heel belangrijk dat we ook leren aan onze jongens dat ze op de eerste plaats mens zijn. Want wanneer het plantje eenmaal groot is, is het moeilijker te buigen. Dus om uitspattingen in de toekomst te voorkomen, let erop bij de opvoeding dat je wel ervan bewust bent dat jongens ook gewoon mensen zijn met normaal gevoel. Dat was het wat betreft het eerste deel van In Gesprek Weg, maar gaat er niet weg, want er volgt een tweede deel. Goedendag kijkers, welkom bij het tweede deel van deze aflevering van In Gesprek Met. Ik sta hier voor het gebouw van het Nationaal Archief Suriname. We praten vandaag met de directeur, de Nationale Archivaris, mevrouw Rita Chinfu. Ze gaat ons meer vertellen wat het Nationaal Archief Suriname doet en wat voor diensten ze leveren. Zo, mevrouw Chinfu, welkom in ons programma. Als we direct met de deur in huis vallen, wat doet het Nationaal Archief? Goedemiddag, Richelle. Het Nationaal Archief, wat wij doen voor het publiek, we maken de archieven beschikbaar voor het publiek. We stellen die beschikbaar via de studiezaal, dus fysiek, maar we stellen ze ook beschikbaar online. En ze kunnen dus hier voor stamboomonderzoek, maar ze kunnen gewoon onderzoek doen naar de geschiedenis van Suriname. Tegelijkertijd kunnen journalisten hier ook komen om wat achtergrondinformatie in te winnen.
De afgelopen 5, 6 jaren ondersteunen we ook programmamakers bij het maken van hun documentaires. Dus we doen heel veel. Dat is één. Maar tegelijkertijd ondersteunen en adviseren we ook de overheid met het beheer van hun archieven. Dus nog heel veel. We organiseren tentoonstellingen, houden lezingen en presentaties voor het publiek. Na COVID hebben we echt heel veel gedaan, omdat we het gevoel hadden dat we een hele tijd stil zijn gebleven voor wat betreft de dienstverlening naar het publiek. Vandaar dus dat we eigenlijk alles zo snel mogelijk hebben opgepakt met de dienstverlening, met name naar het publiek toe. Oké, dan komt mijn volgende vraag eigenlijk te vervallen, zoals ik even verder ga. Welke archieven kunnen geraadpleegd worden in het archief? Want we weten dat niet allemaal toegankelijk zijn, maar welke zijn dus nu wel toegankelijk? Nou, er zijn verschillende archieven. Natuurlijk hebben we de koloniale archieven die zijn teruggekeerd uit Nederland. Die zijn ook online raadpleegbaar en ook toegankelijk hier in de studiezaal. Tegelijkertijd hebben we zelf archieven die we hier beheren. En dat zijn dus archieven van de gouvernementssecretaris, van de agent-generaal. We hebben de districtsarchieven. Tegelijkertijd zijn onze medewerkers bezig met het beschrijven van het archief van het ministerie van Onderwijs. Dat moet eind van het jaar afgerond worden. Het archief van Henk Aron, dat is recent ook afgerond. Dus dat moet binnenkort ook hier beschikbaar gesteld worden in de studiezaal. Dus je kan eigenlijk vanuit die bestuursarchieven, ministeriële archieven, tot de archieven van personen toch raadplegen hier. Dus het verschilt. En natuurlijk heb je uitgebreide inventarissen, maar andere zijn te raadplegen via bestaanslijsten. Want we kunnen niet allemaal tegelijkertijd toegankelijk maken voor het publiek. Dus er zijn verschillende toegangen, inventarissen en ook bestaanslijsten. En hoe staat het met de archieven van de over de slavernij en in de periode van contractarbeid? Nou, die archieven, met name de archieven over contractarbeid, het is nu al helemaal toegankelijk. Met name het archief van de agent-generaal voor immigratie. De inventaris is al beschikbaar. En we proberen nog dit jaar die archieven online te plaatsen. We hebben recent in januari onze nieuwe website in gebruik genomen. We proberen zoveel mogelijk de archieven die we al hebben gedigitaliseerd online te plaatsen. En dit jaar gaan we sowieso beginnen met het archief van de agent-generaal voor immigratie. En daarin vind je dus informatie over de Chinezen, de Madurezen, de West-Indiërs, Javanen, Hindustanen. En alle andere groepen die als contractarbeiders naar Suriname zijn gekomen. Dus dat is een belangrijk archief. Het archief over het slavernijverleden, met name de slavenregisters, die zijn al online en via een database te raadplegen via onze website. De emancipatieregisters zijn ook al online. En voor een groot deel is het al toegankelijk. Dus personen die onderzoek willen doen naar ons slavernijverleden, tegelijkertijd ook over contractarbeid, kunnen of online of fysiek hier al terecht. En er is echt heel veel over ons slavernijverleden. En beschikt het Nationaal Archief nog over archieven die nog ontsloten moeten worden? Zijn er ook archieven van Suriname in Nederland die nog ontsloten moeten worden? Ik zal beginnen met de archieven die we hier hebben. Die we nu beheren in ons depot. Er zijn nog heel veel die ontsloten moeten worden. We hebben recent ook particuliere archieven gehad van diverse personen, van instanties. Die moeten allemaal nog ontsloten worden. En tegelijkertijd ook nog van ministeries. We hebben archieven van Allianz ook. Dus dat moet allemaal ontsloten worden, maar we doen het gefaseerd. Op dit moment ligt nog in bewerking het archief van het ministerie van LVV, het ministerie van Onderwijs,
tegelijkertijd van de kantongerechten, want dat is ook belangrijk. Iemand anders is ook nog bezig met een particulier archief. Ik moet nog erbij vermelden, het archief van Johan Ferrier, dat nu nog in Nederland ligt, dat is voor een deel al beschreven. De erfgenamen, die hebben dus een overeenkomst met ons gesloten dat dat archief ook hierheen komt, nadat het gescand wordt in Nederland. Het beeldmateriaal wordt ook hierheen overgebracht en dat gaan we samen met het Instituut voor Beeld en Geluid ook ontsluiten en online plaatsen. Dus er zijn heel veel, maar we zitten nu eigenlijk een beetje vast voor wat betreft kader. We moeten meer mensen opleiden om archieven te ontsluiten, te beschrijven. En tegelijkertijd moet het ook weer gescand worden, want de laatste paar jaar is het echt een trend, niet alleen hier in Suriname, maar ook in Nederland, dat onderzoekers, studenten, bezoekers alles online willen hebben. En tegelijkertijd heel snel en heel makkelijk online moet het beschikbaar gesteld worden. En als archiefinstelling hebben we niet altijd de middelen om aan de wensen van de gebruiker tegemoet te komen. Dus die trend online alles beschikbaar stellen en de middelen van een archiefinstelling lopen niet even gelijk. Dus we krijgen vaak ook boze bezoekers die zeggen, ja, maar het moet online. Maar we kunnen dat niet altijd, want we hebben het budget niet om archieven online te plaatsen. Heb je ook middelen nodig. En ook natuurlijk capaciteit, menskracht heb je nodig. Dus, ja. En dan nog een vraag in het verlengde daarvan. Want als je als bezoeker dus binnenkomt in de studiezaal en bijvoorbeeld de archieven of krantenbundels opvraagt, dan kun je het nu dus via een pc bekijken. Vroeger kon je dan gewoon een krantenbundel krijgen en daar doorheen bladeren. Wat ik zelf heb ervaren is dat bepaalde stukken van kranten onduidelijk zijn. Dus hoe speelt het archief op dit moment nu daarop in? Kijk, als de scan niet duidelijk zijn, en ik veronderstel dat je de scans raadpleegt nu, dan kan altijd wel een verzoek ingediend worden bij de studiezaalmedewerker en je probleem voorleggen. Dat er een issue is met een stuk dat gescand is, het is onduidelijk en je wil graag het origineel raadplegen. En dat zal dan per geval bekeken worden. Is dat archiefstuk inderdaad in slechte staat? Want het kan zijn dat dat archiefstuk of krant al in slechte staat is, waardoor de scan dus ook wel onduidelijk is. Dus per geval wordt zo'n verzoek dan bekeken. Het is, wij zeggen normaliter, en dat is ons beleid, als de archieven of de kranten al gedigitaliseerd zijn, dan moeten de bezoekers de scans raadplegen. Maar het kan voorvallen, en met name koloniale verslagen hebben we dat veel, dat de scans vaag of niet duidelijk zijn. Dan moet het per geval onderzocht worden en beoordeeld worden door de studiezaalmedewerker. Als de studiezaalmedewerker twijfelt, dan kan de restauratiemedewerker ook om advies worden gevraagd. Dus dat is die procedure. We zeggen, regel is dat de scans geraadpleegd moeten worden, omdat de originele dan goed bewaard worden in het depot. Maar als er toch issues daarmee zijn met de scans, kan een verzoek worden ingediend. En dan moet dat in overleg met de restauratiemedewerker bekeken worden. Als we kijken naar dat alles wat het archief doet, vooral in de afgelopen tijden hebben we gezien dat er bijvoorbeeld tentoonstellingen worden georganiseerd. En we hebben in het verleden of in de afgelopen periode ook gezien dat heel vaak scholen hierheen komen voor informatie. Maar kunt u specifiek aangeven wat voor soort informatie scholen kunnen inwinnen bij het archief? Nou, scholen afhankelijk ook van het niveau. Hè. Dus je hebt ook nog scholen van op MULO-niveau, VOJ-niveau. Ja. Vaak worden de instructies vanuit de school, vanuit de leerkracht, niet altijd voldoende omschreven. Want we hebben hier archieven, we hebben ook
publicaties, boeken, kranten en noem maar op. Maar in principe zouden de MULO-leerlingen ook wel terecht kunnen in een bibliotheek. Maar ze komen hier, ze raadplegen de boeken en het gaat over verschillende onderwerpen. Van monumenten tot personen, voormalige presidenten, tot gebeurtenissen over de Tweede Wereldoorlog. Ik moet wel zeggen dat de onderwerpen nu wel een beetje gevarieerd zijn. Vroeger was het alleen maar Tweede Wereldoorlog, economische crisis en noem maar op. Eigenlijk die reguliere onderwerpen. Maar nu zien we toch wel wat meer diepgang en dan gericht op onze eigen geschiedenis. Bijvoorbeeld van plaatsen, van personen, van gebouwen. Dus ik denk dat er nu heel langzaam een shift is en ook besef bij de leerkrachten dat men niet alleen maar reguliere onderwerpen van 20 jaar geleden moet onderzoeken, maar dat er toch wel onderwerpen onderzocht moeten worden of waar leerlingen over kunnen schrijven over onze eigen geschiedenis. Dus die shift merken we ook wel langzaamaan, ook hier in de studiezaal. En dat niet alleen maar op VOJ-niveau, maar ook op VOS-niveau en natuurlijk ook op IOL en ook op universitair niveau. Ja. En als we kijken naar de samenwerking die het Suriname heeft met bijvoorbeeld organisaties vanuit het buitenland, dan hebben we in de afgelopen periode gezien dat jullie bezig zijn geweest met de organisatie Beeld en Geluid, maar ook andere organisaties. Zijn er specifieke projecten die het NAS nu uitvoert? Ja, dat klopt. De afgelopen jaren hebben we inderdaad overeenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten gesloten met het Instituut voor Beeld en Geluid in Nederland, met het Stadsarchief, met Groninger Archieven. Okay, met het Nationaal Archief Nederland hebben we ook regulier onze samenwerkingsprojecten. En specifiek, als ik even per organisatie mag vertellen daarover, over de samenwerkingsovereenkomst. Met het Instituut voor Beeld en Geluid hebben we een overeenkomst gesloten voor institutionele versterking. Met name, we hebben hier een film, video en audio sectie. Die sectie wordt dus ondersteund voor wat betreft logistieke ondersteuning, maar tegelijkertijd capaciteit. Wij willen hier archieven, FVA-materiaal dus ontsluiten en ook wel digitaliseren en beschikbaar stellen. En bij FVA-materiaal, daar moeten toch andere werkprocessen in beeld gebracht worden dan de archieven. Dus die ondersteuning krijgen we ook van het Instituut voor Beeld en Geluid. Recent is er een team hierheen naartoe gereisd om een workstation te installeren om archieven, FVA-materiaal dan te digitaliseren. En later dit jaar wordt er een workshop georganiseerd om met die workstation te werken en ook metadata toe te voegen. Het is en natuurlijk ook wel het toegankelijk maken van AV-materiaal. Want het Instituut voor Beeld en Geluid heeft heel veel informatie over Suriname. Hoe kunnen we die informatie ook hier beschikbaar stellen voor het publiek? Dus daarover moeten gesprekken nog gevoerd worden met Stadsarchief Amsterdam. Daar hebben we dus ook een overeenkomst mee gesloten voor het ontsluiten en beschikbaar stellen van de collectie in Amsterdam. Want Amsterdam, die geschiedenis Suriname en Amsterdam, we delen een beladen geschiedenis, want het is een geschiedenis van uitbuiting en verzet van onze zijde. Zij hebben het misschien anders ervaren. Dus die informatie moeten we ook wel beschikbaar stellen. En met het Stadsarchief Amsterdam gaan we binnenkort ook wel een tentoonstelling organiseren over familieverhalen. Natuurlijk gaan we ook de geschiedenis van verzet en onderdrukking delen. Maar tegelijkertijd moeten we ook onze ogen niet ervoor sluiten dat er ook heel veel families zijn ontstaan. Eigenlijk, ik zou niet zeggen families, maar individuen zijn meegereisd met de eigenaren naar Amsterdam. En die hebben dus toch wel
een geschiedenis daarachter gelaten. En dat wordt nog steeds voortgezet. Met Nationaal Archief Den Haag hebben we ook overeenkomsten met Radboud over het digitaliseren van archiefmateriaal burgerlijke stand, wat nu ook online is. En binnenkort wordt er ook een database van de geboorteakte in gebruik genomen, wat openbaar al is. En over de wijkregisters, ook heel belangrijke bron. Daarover gaan we binnenkort ook wel een database, ik hoop, en van het jaar plaatsen op de website. En nog veel meer hoor, met de Black Archives ook wel. Want daarmee gaan we aanstaande donderdag een expositie organiseren. Niet alleen met de Black Archives, maar ook met NAX, waarbij we eigenlijk de verbonden geschiedenis van strijd en emancipatie gaan belichten. Veelal weten we niets over Kaikoussi, over Vereniging Ons Suriname, over de Huiswouds, maar natuurlijk ook over Sherry, over Sophie Redmond, ook over Titteri, Ramjani, Rajgaru en noem maar op. Te veel om op te noemen. U heeft een aantal projecten genoemd. Wat is het belang daarvan voor de Surinaamse gemeenschap? Belang. Als je het aan mij vraagt, is het heel belangrijk. Ik noemde eigenlijk zo even al, we moeten onze geschiedenis, de geschiedenis die onderbelicht is, nu ook wel belichten. Ja, toch? En wat we nu doen met die verschillende tentoonstellingen, presentaties, het ontsluiten van archieven, is proberen om met name Surinamers te motiveren om gebruik te maken van deze archieven. En ik ga je een voorbeeld aanhalen. Het heeft me zo geraakt. Recent heeft de Radboud Universiteit een symposium georganiseerd over de slavernijregisters. Die database die nu online beschikbaar is gesteld op onze website als Den Haag. En weet je dat alleen maar Nederlandse academici presentaties hebben gehouden? Weet je hoe? Ik heb het als pijnlijk ervaren. Weet je waarom? Omdat als Nationaal Archief hebben we archieven gerestaureerd, gescand, beschikbaar gesteld. Het is online. En natuurlijk de omstandigheden hier van onze mensen, van studenten, academici en andere geïnteresseerden, is anders dan de Nederlanders, want die leven in een ideale samenleving om onderzoek te doen. Maar het heeft me wel gepijnigd om te moeten ervaren dat alleen witte academici onderzoek doen naar het slavernijverleden, naar ons, over ons. Dat heeft me echt gepijnigd. En daarom proberen we nu ook veel meer outreach te doen. Het publiek te bereiken en te zeggen, mensen, jullie geschiedenis ligt hier, we bewaren het, we ontsluiten het voor jullie. Dus maak er gebruik van. Want het is niet, ja, ik word een beetje emotioneel als ik hierover praat, maar het doet me nog steeds wat. Om alleen witte mensen presentaties te laten houden over, niet te laten houden, ze hebben onderzoek gedaan en ze hebben over het slavernijverleden gepresenteerd. Dus ik denk dat we nu als Nationaal Archief, maar het is ook een taak weggelegd voor de universiteit om iets te bedenken, om studenten, maar anderen ook meer te motiveren. En je zal hebben gemerkt, we zijn continu bezig met tentoonstellingen, lezingen en alle andere activiteiten, ook voor jongeren. Om ze te motiveren het archief te bezoeken. Want er is zoveel dat nog gedaan moet worden. En heeft u als nationale archivaris een boodschap misschien naar de gemeenschap, de overheid, als het aankomt op onze archieven? Ik denk dat de overheid nu wel moet inzien dat, dat het goed archiefbeheer wel belangrijk is. Ik merkte al, voor good governance, voor openbaarheid van bestuur, maar ook voor het uitstippelen van beleid heb je documenten nodig. Als je je archieven niet op orde hebt, ook dat dynamische archief dat nu bij hun ligt, hoe ga je beleid uitvoeren? Hoe ga je over grenskwesties een beleid uitstippelen? Hoe ga je over misschien over buitenlands beleid, praat ik niet eens, want waar zijn die archieven van de verschillende ambassades? Ja? Hoe gaat het ministerie van Buitenland of Bibis nu
beleid uitstippelen als die documentatie, de onderhandelingen met, ik noem maar wat, IDB of noem maar op, niet voorhanden is, niet goed gearchiveerd wordt. Want na 2025, misschien blijven ze aan, misschien komt er een andere regering, moet die documentatie over die onderhandelingen met IMF, met IDB en andere organisaties ook wel voorhanden zijn. Het moet transparant zijn voor de andere regeerders. Is dat wel goed bewaard? Dus ik vraag ze, ik doe een beroep op ze, aan die leidinggevende op de ministeries, om toch wel even goed te kijken naar hun archiefbeheer op de ministeries. Dat is één, aan de overheid, maar tegelijkertijd aan de burgers. Ik wil ze allemaal oproepen om toch wel aandacht te besteden aan hun eigen geschiedenis. We zijn er als Nationaal Archief. Iedereen kan zo binnenstappen en de archieven raadplegen of gewoon vragen, wat kan ik hier doen, wat voor informatie kan ik hier halen. Ieder is welkom. Ik heb vaak wel geluiden gehoord, ja, dat gebouw, dat is zo imposant, dat is een drempel om naar binnen te stappen. Maar het is voor een ieder. We zijn er voor een ieder en iedereen kan zo naar binnen stappen en vragen, mag ik onderzoek doen naar mijn voorouders, of ik wil een kranraad plegen, of ik wil een boekraad plegen, want we hebben ook een interne bibliotheek waar we de recente publicaties hebben en mensen kunnen gewoon dat boekje raadplegen. Dus er is geen drempel. We zijn allemaal voor de burgers. Iedereen kan zo naar binnen stappen. Zo kijkers, met de boodschap van mevrouw Chunvu, het archief is voor iedereen, zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van In Gesprek Met. Kijk u volgende week weer, want dan zijn we terug met een nieuwe aflevering.